Hallo jongens en meiden, Jeroen hier. En vandaag ben ik hier met Ronald en Jordi en ShadowGames23, oftewel Ronald en Jordi, dit is een gamingkanaal. Hallo. Dus, Hallo. beetje gek intro. Maar vandaag gaan we weer verder met mijnen in En ik mijn ga mijn weg terugzoeken. mensenmijn. Ja, oké. Okay. Nou, Hoe dat zei je heel erg raar. wat? Ja, oké. Oké. Dat Nou, klonk oké, terug. wij zitten dus even aan het mijnen zo. Hoeveel iron heb jij al, Jeroen? Ik heb ondertussen 50 alweer volgens mij. Het gaat echt fucking snel. Miljoen. Yes, yes. It's very goes fast. Ja. Wacht. Oh, ik heb redstone. Heb ik dat eigenlijk ergens voor nodig? Nee, geen idee. Nou, zullen we gaan hier? Ja. Kom, ik ga verder. Ik ga ergens anders zoeken. Ja, oké. Ja. Oh, kut. Waarom lach je? Zo'n zombie in mijn texture pack, die ziet er Oh eenmaal mijn mol god, ja, uit. ik gebruik die ook zo, texture pack, en het is dit zo vermengd met zo'n zombie, zo'n zwaard vast, ziet er zo Zo vermengd uit. mongolisch. Gewoon. Oh my Wauw. god. Zo, jij Nee. dood. Dat had ook weer gehad. Oké. Let's go. Let's go. Let's go. Let's It's a me, go. Mario. It's a me, Mario. Nou, hoe gaat het met je huis, Jannie? Heb je de weg alweer teruggevonden? Nee. Zeker niet. Ik kan misschien Dat doe je beter gewoon dan dat doe je nieuw gewoon huis dash beginnen. spawn. Jordi, dat doe je gewoon dash spawn. Ja, wat je beter kan doen is nog Ja, gewoon een... hallo nu. Wat? Nu zit ik. Die span klopt. Oh mijn god, nu ga ik dood, want ik kan nu niks. Gaat wat? Die span die hier spieste. Suffocated in wall. Oké. Oké, hier heb ik al mijn spullen weer zo. Hup, hup. Heb je je Zo. home niet gezet dan? Want die stond niet goed. Die Oeh. stond nog op dat oude ding. Nou, ik ga weer, Maar Jeroen. ik zie mijn huis nu. Is goed. What the fuck? Mijn huis is in me opgeblazen. Wat? Wat? Mijn huis is in me opgeblazen. What the fuck? Creepers. Creepers ook altijd. Ja, Dat wij hebben er ook al is echt. last van. Ja, want wij liepen er net langs en er waren wel creepers, maar ik denk niet dat die zijn opgeblazen. Nee. En als het Ik wel doe zo gewoon. is, het spijt me. Core inspect. Core ins wat? Inspect. Nee, dan kijk ik even wie dit is. Creeper. TNT removed, what fuck? TNT. TNT, hè? Hier Dat staat TNT. gesekt, dat klopt niet. Hoe maak je in godsnaam TNT? Wel, Wij zaten in een mijn, dus what the fuck? ja. Dat is eigenlijk best wel lauw in mijn. Zullen we zo meteen weer terug te gaan, of Ja, niet? is prima, is prima, is prima. Zet wel snor, hè? Ja, ze hebben snor, hè? Ja, Ah, yes. oui. Ik ga verder aan mijn naam Yes. kasteel. Lol. Het is Volgens er. die mensen die joinen, die hebben waarschijnlijk dit. Want die spawnen vlak hier. Ik heb gewoon twee stacks koekjes. Wow. Wow. Fucking veel. Wacht, ik moet even reconnecten. Ik denk dat ik maar eens een keer iets aan mijn huis ga doen. Ja, ik ga even muren bouwen van mijn kasteel, want ja. Ik kan ook rollback doen, mag ik dat doen? Rollback. Ja. Wat is dat? Dan kun je alles weer terugzetten hoe het was. Nee. Krijg ik dan ook weer mijn koeien terug? Ik wil mijn koeien terug. Ik mis ze zo. Oh Jezus. Oh, made it. Oh Jezus. Waarom kan ik dat ding niet? What the fuck? Ik ben mijn huis kwijt. Oh, wacht, ik doe gewoon dit. Home. Yay. Hij lijkt iets. Maar dat was wel een geslaagde mijnexpeditie, of niet, Jeroen? Ja, flink wat spullen gekregen. Ja, jammer Geslaagd van. is het zeker, denk ik. Jammer van Jody's huis natuurlijk, maar ja. Beter. Home. Zo, ik ben nou bezig met één muur aan het maken. Het ziet er eigenlijk nog niet verkeerd uit. Vind ik zelf. Oh, wat Maar heb ja. ik voor rotzooi? Niet normaal. Ik ben op dat gebied niet erg stylistisch in Minecraft. Dus ja, dat is het probleem.
Als jullie het lelijk vinden of als jullie suggesties hebben. Waarom kan ik nu geen blokje meer zetten dan? Wat fuck? Feel free to leave a comment. Hoe zet je dat core ding uit? Core ding. Nu kan ik geen blokje meer plaatsen. The fuck? Nou, I'm confused, Jordi. Jordi, waarom doe je dit? Yes. You fuck with my mind, I fuck with you. Oh, wait. Dat was, nee. Nee, dat was niet al te snor. Nee. Dat kan gewoon niet, jongen. Sorry. Dat was niet snor. Het was gewoon niet snor genoeg. Nee, gewoon. En dan volgende is het keer dan kan het ook gewoon niet. Als het niet snor is, dan kan het ook gewoon niet. Nee, het is ook gewoon zo. Je voelt me gelijk, Ronald. En daar ben ik blij om. Ja, dat is gewoon ook, zo. Ja. Ja. Mag ik mijn cobblestone terug? Nee. Grapje. Ik heb. Dat gaat weer wat te ver. Nee, wacht, ik ga deze hier daar. Waarom kon ik niks plaatsen dan? Wat fuck? Ik pak even. Wil meneer Jordi aan de balie niet zo schelden? Ja. Dus gewoon, dat kan gewoon niet, Jordi. We hebben allemaal kleine kijkers die allemaal nog wat jong zijn. En dan kun je niet gewoon gaan schelden. Nee, dat kan gewoon niet. Het is zo disrespectvolloos. Ja, het is gewoon. Wat? Het is gewoon disrespectvolloos. Ja, wat hij zegt. Ondisrespectvolloos. Ja, precies. Dus als Jordi gewoon even nauwelijks excuses aan wil bieden, dan is hij er gewoon niet happy. Ja, nou, kijk. Was dat nou zo moeilijk? Het is een stuk beter. Absoluut. Was dat nou zo moeilijk, Jordi? Nee, toch? Oké, ik ga toch even iets leuks maken. Voordat we gaan mijnen. Alweer mijnen. Oké, ik zit nu met dat ding te klooien. Met dat ding te klooien. Yeah, that's what she said. Pardon? Ja, pardon Ronald, wat doe je nou weer dan? Ronald! Het is tweede Ronald! 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 Nee, niet Jordi, Ronald. Nee, niks! Wat heb ik er nou weer mee te maken dan? Alles. Ja, alles! Nee! Nee! Gewoon ja! Jij verpest gewoon alles, Ronald! Nou, dat denk ik ook weer niet, jongeman. Vals. Kijk, Jeroen die is gewoon. Ja, die is gewoon aardig. Maar jou, ten tegenstelling, Jordi, dat is nee. Gewoon nee. Het kan gewoon niet meer. Het is gewoon onacceptabel, broer. Nou, precies. Ik hoop dat je daar gewoon begrip voor hebt, Jordi. Omdat dat gewoon niet kan. Het is toch altijd gewoon een lastig onderdeel in het leven: begrip tonen. Maar ja, ik denk. Neem maar een voorbeeld aan Ronald. Ja, die heeft er ook wel eens moeite mee. Ja. Dus dan weten we dat ook wel. Maar iedereen heeft zo zijn fases in het leven. Wees gesproken. Dank u. Graag. Oké, hier is dus TNT geweest. TNT. TNT, ja, yeah, door. Als je niet gelooft, dan kun je dat zelf ook doen. Kan ik dat zelf ook? Ik weet nog niet hoe ik TNT maak. Oh, is het niet zo dat creepers die opblazen hetzelfde effect hebben als TNT? Nee, want anders stond er niet aangegeven TNT. Ja, maar dat serverlog denkt van jou dat spot sowieso al niet. Heeft dat niet hetzelfde? Dit is een plugin, Ronald. Dit is geen log. Ja, whatever. Ik denk dat spot niet. Maar heeft het niet gewoon dezelfde code, bedoelde ik? Nee. Oh. Hoe weet jij dat, Jordi? Omdat dat ook al eens eerder is gebeurd. Geloof ik niks van. Nee, ik geloof het ook niet. Kan gewoon niet. Het is gewoon kloten. Was er veel opgeblazen dan? De helft is weg. De helft? De helft? Nou, laat meer dan de helft, laat ik het zo zeggen. Jezus. Dat is wel een beetje hardcore, Jordi. Hardcore creeperspan. Ja, wij hadden er ook eens zoveel last van. Wie weet was het een van die gebruikers. Ik wou net zeggen, ja. Jeroen. Ja. Ja, dat kan gewoon, hè. Je is er gewoon erin gesneakt en ja. Het kan best. Het is mogelijk allemaal. Het is, ja, het kan echt. Het is echt dus. Mogelijk. Dus, ja. Eindelijk weer cobblestone nadat ik 5 stacks had weggegeven. Oké, zo. Dat je ook ging wegrennen, jongen. Hier heb je 5 stacks. Zo. Beetje te derp, hè? Hè? Beetje te derp. Derpy derp. Ja.
Maar weet je wat, jongens? Ik denk dat we hier ineen aan gaan rijden. Wat vinden jullie? Ik maak even de muur af, dus als jullie nog even een klein beetje... Ja, is prima, jongen. Ik moet toch nog even oplichten, dus ik vind het helemaal goed, jong. Gaat gewoon helemaal goed komen. Waarom als je ladders klimt en een koekje eet, loop je niet slomer, maar... Waarom werkt dat core ding niet? Waarom kon het dan niet... Jordi, ik weet nou dat die episode van jou er enorm stom uitziet. Core. Nee, bij jou ziet er alles zo leuk uit. Ja. Wat? Jongens, please stop. You can't stop me now. Oh, wat? Zo, het zal eventjes flink wat nodig hebben. Zoiets denk ik. Kijk eerst hoe ver ik hiermee kom. En anders... Nu wat mijn kijkers van mijn kasteel vinden. Gaan we er nu een einde aan breien? Ja. Momentje. Jeet toch met je momentjes, Jezus. Ja. Het is altijd, ook als jullie mij bellen, momentje. Altijd even mijn headset inpluggen. Op die fiets. Zal ik precies genoeg hebben? Yes, oké, mooi. Dus ik heb nou een soort van muur om mijn... Ja. Basis. Mm-hmm. Je. Ziet er wel snor uit. Ja, ik ben er blij mee. Mooi. Nou ja, bedankt voor het kijken iedereen. Ja. Klik op het groene duimpje. Tot de Zeker. Volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En ja, laat even achter wat jullie van mijn kasteel vinden. Dus ja, hier komt de ingang. En hier komt een balkon. De geheime code voor vandaag, als je tot nu aan het kijken bent, is paddenstoel. Die hadden we al. Het is nou pedo-stoel, wat? Nee. TNT. Ja, TNT, omdat het kan. Ja. Want Jordi daar zoveel moeite mee heeft, dus... Dus, ja. Nou goed, bedankt voor het kijken en dan spreken we jullie later. Dus ja, later, mensen. Later.